Ramies, ik vond jou wel aardig aanwezig vandaag. Kun je je daar iets mee voorstellen dat het vanaf de kant zo overkwam? Ja, ik denk het wel. Ik heb veel energie erin gelegd. Ik mocht vandaag starten, dus ik had er zin in. Ja, hoe vind je dat je het zelf hebt gedaan? Je had er zin in, zeg je, maar hoe vind je dat het ging? Ja, ik ging er gewoon positief in en ik dacht gewoon mezelf laten zien. Ik zie dit ook als een kans en ja, ik vond het lekker gaan. Ik had gewoon vertrouwen en ja, ging goed. Nu vraag ik me wel af, volgens mij is dit niet jouw normale positie, of wel? Nee, klopt. Normaal speel ik op het middenveld, maar ja, als de trainer mij hier neerzet, dan speel ik daar. En ik heb mijn best gedaan vandaag. Ligt links buiten je wel? Ik heb er wel eens gespeeld. Middenveld ligt me wel beter, maar als ik daar moet spelen, dan speel ik daar. Ja, voor de supporters zul jij toch wel een van de wat onbekenderen zijn natuurlijk. Maar je bent niet helemaal onbekend bij het eerste, want je hebt al vaker daar aan mogen ruiken, toch? Vertel eens. Ja, afgelopen jaar heb ik wel eens mee mogen doen. En het jaar daarvoor ook. Bij de training? Ja, en dit jaar mag ik ook in de voorbereiding erbij zijn en ik hoop dat ik erbij mag blijven. Ja. Krijg je daar nu al iets van geluiden van? Krijgen jullie tussendoor bijvoorbeeld te horen hoe ze vinden dat je het doet? Of... Ja, tuurlijk. De trainer vertelt soms wel wat hij van je vindt, hoe hij het vindt gaan. En ja, dan moet je met dat advies moet je omgaan en moet je wat mee doen. En het gaat tot nu toe goed, dus ik ben tevreden. Wat heeft hij dan bijvoorbeeld tot nu toe tegen jou gezegd? Ja, geef me zowel tips als complimenten soms. En ja, nogmaals, daar doe ik mee wat ik dan mee moet doen en probeer ik het nog beter te doen. Nou ja, we hadden al heel even over de wedstrijd vandaag. Ja, ik vind het altijd lastig, zo'n tegenstander. Hoe schaal je die in? Hoe schalen jullie deze tegenstander bijvoorbeeld in? Ja, ik denk dat wij hadden niet echt een idee van hoe zij speelden. Misschien van vorig jaar heeft de trainer beelden gekeken van vorig jaar. En nee, wij hebben gewoon onze eigen speelwijze gehanteerd. En ik denk dat het goed is gegaan. Wat was jullie doel? Gingen jullie echt met een bepaald plan voor deze wedstrijd? Gingen jullie die wedstrijd in? We wouden gewoon de punten waarop we hebben getraind, wouden we vandaag uitvoeren. En dat is bij vlagen aardig gelukt. Kun je daar iets van een voorbeeld uitpakken waar jullie dan bijvoorbeeld op hebben getraind en wat jullie vandaag, wat de trainer terug wilde zien, zeg maar? Ja, de opbouw van achteruit. We willen het liefst over de grond voetballen, dus zo min mogelijk lange ballen. En het druk zetten in het verdedigen. Nou ja, ik zei al dat jij best wel opviel, maar wat ook duidelijk was, je laat je niet de kaas van het brood vreten op het veld. Nee, ik ga er gewoon vol in en ik probeer mijn duels te winnen.